Voilà, voilà, hier komen we al in en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem en dit is de Tour de France. Jawel, niet 2020, eigenlijk 2021, want we zitten al in het tweede seizoen van de Koenig Quickstep. Maar ik heb dat natuurlijk uit mijn Tour de France game gehaald. Even de Poel en Van Aert, dat zijn de kopmannen dit seizoen in deze Tour de France. En dan nog deze, de luxe knechten in het kwadraat. Jawel, Casper Asgreen en Mark Hirschi. Ja, als je die al als knechten kan bestempelen, heb je een heel sterke selectie. Kersvers Brits kampioen Mark Cavendish en Fernando Gaviria, Colombiaans kampioen, zijn de spurtbommen in deze Tour voor de Koenig Quickstep. En dan hebben we nog deze mannen ook als luxe knechten. Laurens de Plus en Valentin Madouas. Ja, wat een selectie. Ook veel nationale kampioenen, ja. Ik kan er niet aan doen. Vorig jaar was dat net hetzelfde in deze Tour de France. En we gaan uiteindelijk kijken naar 21 etappes, 10 vlakke ritten, 5 heuvelritten, 6 bergritten en 2 individuele tijdritten, waarvan de laatste op de voorlaatste dag valt. Dus ja, wie weet. Het is een tourparcours die ook gewoon in real life wordt verreden. Dus voor alle duidelijkheid, dit is echt wel het parcours van dit jaar, van deze Tour de France 2021. En we beginnen met etappe 1 naar Landerneau. Straks nog even dat in detail gaan bekijken. Dan natuurlijk op dag 2 die Muur de Bretagne, waar het zeker aanlokkelijk is om met een Van Aert of een Evenepoel of een Hirschi of een Madouas of een De Plus. Ja, we hebben zoveel wilden. We kunnen met zoveel mannen scoren. Dag 5 naar Laval. Daar ligt de tijdrit 26 kilometer. Ook daar willen we heel graag gaan scoren. Dan maken we wat een sprongetje naar ongeveer halverwege de Tour de France Le Grand Bornand. Met daarna dus de klim naar Tignes. Daar hebben we ook op gepiekt. Dus daar ligt eigenlijk ons trainingskamp met Evenepoel en co. 4 man hebben we naar daar gestuurd. Naar Tignes en Le Grand Bornand. En dan is het hier en daar nog wat klimmen. Deze rit is natuurlijk wel hemels. 2 keer over de Mont Ventoux. Jawel, die krijg je ook eind deze week, zondag, te zien trouwens op mijn YouTube-kanaal. Want dan ga ik de gameplay, de mountain gameplay, de berg gameplay, de klim gameplay spelen op Pro Cycling Manager 21. En dat zal dus de etappe zijn van de Ventoux. Of dat ik nu de Ventoux Challenge ga doen of de rit uit de Tour. Misschien alle twee, wie weet. Maar deze Loes Ardiden komen ook wel nog tegen. Dus in deze serie op Pro Cycling Manager 20. Want jawel, nu gaan we toch een tijdje Pro Cycling Manager 20 en 21 wat combineren tot deze series gedaan zijn natuurlijk. En dan gaan we volledig verder met Pro Cycling Manager 21. Maar de komende weken gaan we dus ook daar onze nieuwe series opstarten. Voilà. Dit is etappe 1 van Brest naar Landerneau. We gaan vandaag 5 etappes verrijden in deze aflevering. En de eerste tussensprint, de allereerste van deze Tour de France, ligt er na 82 kilometer in Quimper. En dan gaan we naar de finale. Op en af. Coaches van vierde categorie. Dus ik denk dat ik toch wel een van onze massasprinters in de vlucht van de dag ga sturen om die eerste supersprint te winnen. Want in de finale gaan die volgens mij totaal niet kunnen overleven. Het is ook in totaal 2400 hoogtemeters. Dat is het best wat. En we hebben nog een coach waar de aankomststrook ligt in Landerneau. Dus zeker en vast de moeite waard. En we gaan eens kijken of daar misschien een Van der Poel of een Van Aert meteen kunnen raaktreffen. Dit zijn de vormpieken van onze mannen. Cavendish zit nog in zijn vormpiek. Die had hij al op een nationaal kampioenschap. Is daardoor ook Brits kampioen geworden. De Plus zit bijna in zijn vormpiek. Ook Evenepoel zit er niet meer bijzonder ver af. Ook Gaviria en Madouas komen zeker nog in hun vormpiek in deze Tour de France. En voor Van Aert, Asgreen, is het al wat afwachten. Hirschi, nee, dat ziet er niet zo goed uit. Zit nog niet halverwege. Dus ja, misschien de derde week nog voor de Zwitserse kampioen Mark Hirschi. Maar ik vrees er toch echt wel voor. En dan gaan we eens gaan kijken natuurlijk wie de concurrenten zijn in deze Tour de France. Voilà, alle blokken zijn er, alle grote blokken. Ja, logisch, dit is ook de Tour. Iedereen wil hier aanwezig zijn. Movistar is er in ieder geval met Mas en Soler als klassementsmannen. Pollet van Marke Higuita bij Education. Dan hebben we bij Bahrein Sagan, jawel. Dat is Peter, niet Juraj. Het is Peter Sagan met Mohoric en Hausler. Ineos Grenadiers hebben Carapaz, Thomas en Swift meegenomen. Dus 2 sterke klassementsmannen daar. Groupama FDJ is er met Koen, Demar en Sarro. Vooral ja, Demar in de gaten houden in de massasprints. Pedersen, Rowan Dennis en Brambilla zijn er voor Trek. Roglic, Groenewegen, Teunissen, sterk blok bij Jumbo-Visma. Agilair is er met Van Avermaat, Naassen en Vendram.
Dan hebben we nog Lotto met Juwen Gilbert de Wulf. Alaphilippe is er voor Astana met Lutsenko Izagirre. Mollema, Krach, Andersen, Benoot. Dat zijn de grote drie bij Team DSM. Dan hebben we UAE natuurlijk met Pogacar. Jawel, Sam Bennett is er ook bij en Christophe. Dus ze hebben ook weer een stevige sprinttrein meegepakt daar bij UAE. Arkea met Quintana, Barguil en Boani. Ook een mooie selectie uiteindelijk, die drie mannen. Cofidis is er, net als Intermarché. Zij hebben niet echt super grote namen afgevaardigd. Bike Exchange is erbij, maar ook daar gaan ze vooral inzetten op Heik. Ja. Total is er met Turgui Calmejean. Van der Poel is er wel, ook Merlier. Vervaken, Alpecin, lekkere selectie. Dan hebben we nog niet Zolo, Europees kampioen. Bora, ja, wat tegenvallend. Lampaard, Akkerman. Voor de sprints is dat goed, maar dat zal het ook zijn. En BNB rekent op de diensten van Bettiol en Coccar. Voilà. Dit is de eerste lijst, de favoriete lijst van Pro Cycling Manager. Jawel, zij verwachten Van Aert, Hirschi en Alaphilippe als de topfavorieten. Peter Sagan, Mathieu van der Poel, Matthij Mohoric, Valentin Madouas, Primoz Roglic, Mats Pedersen en Warren Barguil. Dat zijn de outsiders en het zou me echt wel niet verwonderen moest een van die namen de eerste gele truidrager worden. Evenepoel en De Maar staan ook in het Tourmagazine. Voilà, de direction générale is er klaar voor, de directiewagen van deze Tour de France. Hij gaat zo meteen de départ afvlaggen. En dan kunnen wij gaan vertrekken. En wat gaat het worden? Ja, dagvorm. Oh, Kev wel goed. Cavendish wel heel lekker. Plus 4, ook Fernando. Oh, oh, oh. Wat is dit? Meteen super dagvormen op onze spurtbommen. Helaas is het niet een etappe waar ze kunnen wedijveren naar de ritzegen. Dat is dan wel weer gezost. Dankjewel Pro Cycling Manager. Het is hoop geven, maar eigenlijk zal de hoop niet verrijken, vrees ik. En deze mannen willen heel graag in de allereerste vlucht van de Tour de France 2021 zitten. Het is een gegund, maar straks gaan wij toch sowieso tempo maken. De koers wat proberen te controleren. Ik denk dat vooral Madouas en Asgreen dat zullen moeten gaan doen, want zij hebben niet zo'n goede dag voor. En dan proberen om Gaviria of Kev nog bij die tussensprint te krijgen. Hè? Seppe, denk je dat Wout het WK kan winnen met zijn operatie aan zijn blinde darm? Ja, ik zou eerst en vooral zeggen, Seppe, wacht de Tour af. Wacht de Olympische Spelen af. En dan gaan we al heel veel weten of Van Aert top gaat zijn op het WK. Maar anderzijds, ik blijf Van Aert beschouwen als een van de topfavorieten in Leuven. Ja, ik kan er niet aan doen. Parcours ligt hem, ook voor een Van der Poel bijvoorbeeld. Een Asgreen kan daar ook echt wel eventueel uithalen als hij in vorm zit. Dus ja, dat WK in Leuven, ik verwacht daar echt ook een Wout van Aert die misschien iets minder goed of iets minder top zal zijn, maar dan nog. En Van Aert die niet 100% is, is nog steeds een goede Van Aert. Want denk maar aan dit voorjaar. Is vader geworden, baby heel de tijd daar bij hem geweest en heeft ook nog gepresteerd. Er zouden er veel het niet nadoen. En daar was onze kersverse Belgische kampioen Remco Evenepoel. En hier is onze kersverse kampioen van de UK, van Groot-Brittannië, Cavendish. En dan Arthur met nog een persvraag. Wat verwacht je van Hirschi, Cosnefroy en natuurlijk Hart in de komende Tour de France? Ja, wat moet ik daarvan verwachten? Hart is voor mij echt zo'n... een onbeschreven blad. Oké, hij heeft de Giro gewonnen. Dat is het enigste beschreven op zijn blad. Maar voor de rest heb ik zo niet echt het idee waar ik Hart moet plaatsen. Is hij nu goed? Heeft hij nu vorig jaar gewoon geluk gehad met de bezetting in die Giro d'Italia? Heeft hij nog progressie gemaakt? Moet ik vooral zijn prestatie schaduwen aan de non-prestatie van Hindley in de Giro? Dus ik weet niet goed waar ik Hart moet plaatsen. Cosnefroy, ik hoop dat hij toch weer wat beter niveau haalt dan in het voorjaar. En dan kan hij vooral in deze eerste twee ritten echt wel scoren. En wat te denken over Mark Hirschi. Ja, Hirschi, ja, dat is gewoon niet in te schatten factor, vind ik. Ja, hij was niet super in het voorjaar, maar oké, ook heel laat in competitie gekomen. Dus ja, ik weet niet goed wat er aan de hand is met Hirschi. Ik hoop voor hem dat hij er gaat staan natuurlijk. En wij gaan ondertussen naar de allerlaatste helling in deze eerste etappe. Ik ben mijn sprinttrein aan het bouwen, jawel. Madouas gaat de lead-out doen. Hirschi gaat erachter vanuit knallen. Dan hebben we nog de plus. Evenepoel en Van Aert mee zitten voor het geval dat zij zouden moeten overnemen. Maar in principe is onze Zwitserse kampioen Mark Hirschi de aangewezen man. Alhoewel, waar zit Hirschi daar? Daar komt hij nu in beeld. En hier komen we aan het steilste stuk van deze Côte de la Fosse. Voilà, kom aan Madouas. De Fransman geeft de toon aan. De plus moet nu gaan overnemen.
En Hirschi, die moet nog vechten naar dat wiel van Madoua. Ja, in ieder geval, Alaphilippe zit hier ook al heel goed met rug nummer 1 bij Astana. En we zijn ons precies aan het opblazen. Oei, oei, Van Aert. Oh, wat is dit? Van Aert kan niet volgen. Nee, nee, Van Aert zijn rode balk is er al bijna door. Het zal van Hirschi dus moeten komen naar het wiel van Juju. De plus leidt nog. Evenepoel zit hier ook goed. Ja, dat is allemaal lekker voor geen tijdsverschillen te krijgen. En dan moeten wij er nu uitkomen. Maar Julien was net voor. Oeh, Alaphilippe was ons net voor. Of komen we er nog over? Jawel, de remonte van Hirschi. Maar daar komt Primoz Roglic binnendoor. En hij wint. Oh, Primoz. Hij pakt de eerste gele trui in deze Tour de France. De Sloveense kampioen van Jumbo-Visma. En uiteindelijk klopt daar ook nog Pogacar, de Slovaakse kampioen Peter Sagan. En de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel is zesde. En ja, Van Aert, de wereldkampioen, toch wel wat tegenvallend. Ja, ja, we gaan naar de herhaling even kijken. Wat gebeurde hier exact in die sprint? We gingen echt wel op de goede moment, denk ik. Ik dacht eerst even van oei, het is te laat. Maar de sprint van Roglic was heel overtuigend. Kijk eens aan, die had nog heel veel in de tank zitten. Ja, verdiende overwinning voor de Sloveen. Dus hij wordt de eerste gele truidrager. Hirschi wordt tweede voor Juju. Dan waren Barguil, Sergio Higuita, Van der Poel, Tadej Pogacar, Peter Sagan, De Plus, Madoua, Evenepoel, Mas, Van Aert, Pedersen. En dan hebben we ook nog Juwen en Markske Soler. Hebben tijdsverschillen? Jawel, we hebben tijdsverschillen. 37 seconden, plek 26 voor Rowan Dennis. Dat is al goed met het oog op de tijdrit dan. Dan kan Dennis niet ons geel afpakken. Ik vermoed dat hij toch weer de kloppen man gaat zijn in die tijdrit. Op dag 5 is die. Hè. Carapaz, oh, die verliest ook altijd. Dat is zuur voor Richard. Dat is heel zuur voor de man van de Ineos Grenadiers. En voor de rest zie ik hier niet de grote namen zitten. Ja, Hayter, maar die zijn stats zijn nog niet aangepast in deze serie. En dan hebben we nog Koen daar zitten. Ja, dat is ook goed. Minuut 31 voor Stefan Koen. Ook wederom met het zicht op die tijdrit. Waarin we toch wel heel graag de gele trui willen gaan bemachtigen. Voilà, de volgende etappe. Nummer 2 dus. Dat is de rit naar de Muur de Bretagne. En daar gaan we dus proberen schitteren. 108 kilometer, dan volgt de eerste tussensprint. Dan hebben we twee klimmetjes. En we gaan dus twee keer de Muur de Bretagne doen. Hè. Een klim van derde categorie. Een heuvel van derde categorie. En dan komt dit in mijn mailbox. Jawel, vlak voor die rit. Ik had het eerst niet door, maar ik zag hem er niet meer bij staan. En ik dacht, waar is Tadej? En kijk eens aan, hij geeft op. Hij heeft één dag meegedaan in deze Tour de France. Hij heeft een probleem aan de knie. En hij zegt adieu, of de ploegleiding zegt ook adieu, want zij hebben het advies gegeven om Pogacar uit deze Tour de France te halen. Fitness is nu 80, ja. Heeft dat nu te maken met het feit dat hij geblesseerd is? Of was zijn fitness daarvoor al zo slecht? In ieder geval had hij een fitness 80 aan de start gehad van deze Tour de France. Dan zou het waarschijnlijk in de bergen geen vette geweest zijn. Maar zwart, hij was wel goed in de eerste etappe, maar geen Tadej Pogacar meer. In de Tour de France 2021. Dat is wel bijzonder jammer, hè. Ja, damn. In de Giro met Van Aert ook al veel favorieten uitgevallen. Ik zou toch liever wedijveren tegen een Pogacar, tegen een Roglic in de bergen hier in Frankrijk. Van Aert, Hirschi, Alaphilippe zijn alweer de topfavorieten op de Muur de Bretagne. De outsiders zijn ook vrij gelijkaardig aan gisteren. En we gaan nog eens proberen om de Maillot Jaune te pakken natuurlijk. En hopelijk lukt het nu wel. Hè. 4 seconden. Kom aan Mark, dat moet lukken hè Markske. En dan gaan we eens gaan kijken wat het hier vandaag wordt. Hè. Met twee is in ieder geval al omgeslagen. Ja. Gisteren was het nog best oké. Okay. Vandaag is het hier in West-Noord-Frankrijk een pak slechter. Ja, oké. Okay. Je moet ook gewoon in het zuiden zijn, hè, Frankrijk. En de dag voor me, ja, die zijn ook omgeslaan. Kijk eens aan. Oeh. We hebben geen plus 4 op Kev vandaag, geen plus 4 op Gaviria, wel een plus 2 op Hirschi en een goede dag voor Evenepoel. Plus 3 voor de Klein uit Schepdaal, Belgisch kampioen dus. En we gaan nog een persvraag er ook even inknallen. Pieter, wat vond je van Keijs in de afsluitende tijdrit in de Giro? Ja, bijzonder sterke tijdrit hè. Pieter, amai. Ik was er eigenlijk wel een beetje van verrast. Komt uit het piste milieu, dus kan wel een beetje tijd rijden, maar oké. Okay.
Die prestatie was toch sterk. En Simon, wie vind je het beste? Bernal of Froome? Toen dat Froome dus nog in zijn goede periode zat. Goh, dat is weer appelen met peren wat vergelijken, hè. Anderzijds moet je misschien kijken naar de leeftijd van Bernal. En dan vergelijken hoe Froome toen was op die leeftijd. Ja, dan is Bernal wel de betere. Maar anderzijds wordt een sterkte tussen renners bepaald op het eind van hun palmarès. Vind ik persoonlijk, hè. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet, sommigen die naar mijn kanaal kijken, die zijn het daar totaal niet mee eens. Omdat ze vinden dat koersomstandigheden ook moeten meegeteld worden. Maar als wat, volgens mij dwing je geluk af. Ja, het is toch zo. Geluk moet je afdwingen. En als je goed bent, heb je heel vaak ook het geluk aan jouw zijde. Dus op het einde van hun carrière zullen we ze eens vergelijken, hè, Simon. Dan zullen we zien wie van de twee eigenlijk echt wel de beste of de betere was. Maar momenteel zou ik Bernal durven stellen. Maar ik heb geen idee of dat hij nog zoveel toerzegens gaat pakken als Chris Froome, hoor. Dat betwijfel ik eigenlijk eerder. En wij zitten hier aan de tussensprint van de dag. Voilà, Gaviria is er alweer in geslaagd om in de vlucht van de dag te geraken. Mooi gedaan, Colombiaans kampioen. En in de finale alweer kansloos, hè. En als je nog eens wilt terugzien hoe hij Colombiaans kampioen is geworden, zeker doen. Het begin van seizoen 2 ergens, eerste of tweede aflevering, ik wil er vanaf zijn. In een bergachtig nationaal kampioenschap, daar toch die nationale titel kunnen pakken. Vanuit de vlucht van de dag dan nog, ja. Hilarisch kampioenschap was dat. En wij zitten hier op de Muur de Bretagne. De eerste keer dat we hem doen, knikje van derde categorie. 287 hoogtemeters, 2,3 kilometer lang, 6% gemiddeld. En je ziet daar in het begin zo'n stijlstuk. Daar gaan we het straks ook proberen te forceren, hè? Want we gaan hier ook aankomen. En die bergsprint, nee, daar gaat echt niemand voor sprinten. Tempo ligt veel te hoog. Jasper DC, zin in Pro Cycling Manager 21. Ga je eens multi meedoen? Ja, Pro Cycling Manager 21. Iedereen zit er naar uit te kijken, hè. Deze week nog wat video's omtrent PCM 21 op mijn kanaal. Te beginnen op vrijdag met de eerste impressie. En zondag de gameplay op de Van Toe. En morgen ga ik ook nog een giveaway video tonen. Dat is eigenlijk info. Er zal al misschien een giveaway code in zitten. Ja, wie weet, wie weet. Maar dan ga ik eens tonen hoe je het eigenlijk moet doen. Wat je het best kan doen om die giveaway zo ja, min mogelijk te ontlopen. Natuurlijk zullen er velen zijn die meteen gaan reageren. Die dat meteen gaan ingeven. Maar ik ga je tonen hoe je het moet doen. Wat je moet doen. Hoe je je kan voorbereiden. En dan is het ja, hopen dat jij de eerste bent. En dat je dus geluk hebt dat je die code als eerste kan lanceren. Kan activeren. En dan is het spel van jou. Maar morgen dus meer daarover. De Muur Bretagne. Aanval Evenepoel. Aanval Belgische kampioen Evenepoel. We gaan het gaatje laten vallen. Oh, geen reactie. Van Aert, benen stilhouden man. Voilà, de wereldkampioen zet zich terug in het zadel. En Evenepoel heeft een lekker gat. Heeft wel, ja, heeft een lekkere kloof. Oké, misschien heeft hij een lekker gat. Maar zwart, ik ben hetero, dus niets daarover. Maar Evenepoel gaat het wel halen. Evenepoel pakt hem. Jawel, bam. Evenepoel pakt etappe 2 in deze Tour de France 21. Door toch wel de tactiek van mezelf in de ploegauto. Dankjewel wereldkampioen Wout van Aert. Absoluut schitterend gespeeld man. Zich opgeofferd en daar is ritzegen nummer 1 voor de Wolfpack. Jawel. En dan gaan we eens kijken naar die herhaling. Jawel, nog eens het tussenstuk van het Tour de France game. Wel 2020, dat heb je gezien. Ik heb het niet aangepast naar 2021. Ik wou het zo behouden. Ik wou het niet te veel gaan liggen sleutelen. En Remco Evenepoel, Belgisch kampioen. Hij zegeviert op de Muur de Bretagne. Sergio Higuita, sterke tweede. Beste jongere momenteel in deze Tour. Valentin Madouas staat derde in deze rituitslag. Ook wel lekker, hè. In dienst van voor zijn Franse landgenoot Julien Alaphilippe. En Roglic was een pak minder vandaag. En hij blijft wel in het geel. Zien we daar rechts bovenin al. Ja, ook Sagan was niet zo goed vandaag. Nee, nee. Zullen dan in dezelfde tijd staan als Roglic zeker. Ik vermoed dat we in de jongere stand nu ook wel over Higuita wippen. Als ik het goed heb natuurlijk. En hebben we nog opgaves? Jawel, Kofi heeft er de brui aan gegeven. Ik hoop niet dat het door COVID was. Ah, dat is wat flauw mopje. En UAE verliest dus al twee mannen, hè, met Pogacar en COVID. Twee opgaves, dus ze zijn bijzonder slecht begonnen aan deze Tour de France 21. Maar ze hebben daar wel nog die ene sprintbom zitten. Hè.
Voilà, dat is Sam Bennett natuurlijk, want hij heeft vorig jaar de Wolfpack verlaten voor UAE. En dan etappe 3 van Lorient naar Pontivy. We gaan 183 kilometer rijden. We hebben 1 tussensprint voor de groene trui. We hebben ook 1 tussensprint voor de bolle. En dan gaan we in de finale hoogstwaarschijnlijk naar een massasprint kijken. Het gaat wel wat op en af. Maar het laatste stuk is wel een dalende lijn. Dus ik denk dat we toch echt wel naar een massasprint gaan gaan. En we zitten in alle nevenklassementen. Voilà. We hebben de bolletjestrui met Evenepoel. De jongere trui met Evenepoel. We hebben de groene trui met Gaviria. Alleen de gele trui blijft nog steeds de prooi van Primoz Roglic. Ewan, Bennett en Demar, dat zijn de topfavorieten vandaag. De twee stersfavorieten zijn Groenewegen, Gaviria en Nizzolo. En dan hebben we nog de outsiders met Christophe, Pedersen, Van Aert en Philipsen. Ja, oké. Okay. Mooi pakketje. Topsprinters hier naar de Tour afgezakt. Dat is natuurlijk altijd zo. Ook op Pro Cycling Manager, gelukkig. En Gaviria en Sagan staan in het Tourmagazine. We gaan naar de tussensprint in Plumelec. En eens kijken wat we daar al kunnen doen. Er is er eentje wel van doorgegaan. De vlucht van de dag dus. Ja, het is eigenlijk één vluchter van de dag geweest. Al hebben ze in het begin wel geprobeerd om mee te springen. Maar wij hebben ook de koers te controleren. Net als deze mannen van Lotto. En het is Ewan die de tussensprint wint voor Gaviria. Al zat dus dat één mannetje daar wel nog voor. Dus hij wint hem niet helemaal, Caleb Ewan. Maar hij wint wel de sprint van het peloton. En gaat hij dat straks in de finale ook doen? Dat is natuurlijk de vraag in Pontivy. En wij gaan onze trein hier beginnen bouwen. Alweer Evenepoel als element ervan. Dan Gaviria, Cavendish, Van Aert. Cavendish plus 3 dagvorm, Van Aert ook plus 3. Dus we gaan toch eens proberen of dat misschien met Kev gaat lukken. Ja, ik weet het, is risico's nemen, hè. Met zijn plus 3 heeft hij nu een 74 sprintstat, dacht ik, Kev. Cannonball Kev, kom aan Evenepoel. Hij moet loodsen. Ja, alweer zit de plus daar op automatische piloot wat moeilijk te doen. Dat haat ik wel een beetje aan die automatische functie. Dat die sommige mannen altijd die beschermende rol beginnen op te nemen. En daardoor zitten ze eigenlijk in de massasprint in de weg te rijden. Hè. En nu moet Evenepoel komen. Ik denk dat ik nu Gaviria al ga brengen. 2,6 kilometer, jawel. Oh, en kijk eens aan. Oh, oh, oh. Cavendish kan gewoon zijn wiel niet houden. Oh, dammit. Wat is dit, man? De groene sprintbom knalt gewoon bijzonder extreem hard weg. Gaviria en dood daardoor volledig. Cavendish, die is ook uitgeteld. Van Aert moet nu nog komen, de wereldkampioen. Maar het loopt helemaal in het honderd. Het is Sam Bennett die hem pakt. Voilà, ik zei het nog voor deze rit. Die ene virtuoos die dan nog overblijft bij UAE na de opgave van Pogacar. Sam Bennett. En hij zorgt hier meteen in etappe 3 voor de eerste ritoverwinning ook voor UAE. Ja, het zal toch een kleine troost zijn hè, voor de mannen uit de Emiraten. Maar wat was dit Gaviria, man? Wat een bom gaf die erop. Ja, en Cavendish kon gewoon totaal niet volgen, nee. Uiteindelijk viel Gaviria natuurlijk ook stil, ja. Dat kan ook niet anders. Ging heel vroeg, was eigenlijk ook gewoon de lead-out man. En Sam Bennett en Pascal Ackermann profiteerden ervan. Caleb Ewan is derde, Groenewegen dan op vier, dan Brian Coquard. Dan hebben we Van Aert, Nizzolo, Sagan, Demar, Pedersen, Gaviria en Cavendish. Ja, Fernando is wel nog serieus stilgevallen. Ja, toch wel een kleine aderlating in de strijd om het groen. Dus we zullen de komende dagen wel weer een tandje moeten bijsteken, want Bennett komt heel dicht, denk ik. En dan gaan we naar etappe nummer 4 in deze aflevering en ook gewoon in de Tour de France. We hebben alweer een vlakke rit op dag 4, 151 kilometer. Maar zo vlak is het niet, want alweer 1200 hoogtemeters. Jawel, alweer een tussensprint, een supersprint en een sprint voor de bolletrui. Dus we kunnen ons alweer volledig gaan uitleven, al zal het waarschijnlijk een saaie etappe worden. Dit zijn wederom de topfavorieten met Caleb Ewan, Sam Bennett en Arnaud Démare. Dan hebben we de mannen die als outsiders worden getipt met Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Dylan Groenewegen, Mats Pedersen, Fernando Gaviria, Peter Sagan en Wout van Aert. Ja, vandaag alles op Cavendish? Nee, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Tenzij dat die dagvorm bij Kev bijzonder goed is. Maar het was toch gisteren duidelijk dat we het niet op Kev mochten doen. Nee, als we met Kev hier toch een rit willen pakken, zal het via de vlucht van de dag moeten gebeuren, vrees ik. Week 3, kan altijd.
En nog steeds 0 seconden het verschil tussen Roglic en Evenepoel. En je ziet het, hè. In de stand om de groene trui komt Bennett zelfs al op gelijke hoogte. Dus een puntje meer bij de tussensprint of de eindsprint of in totaliteit. En Bennett heeft de groene trui afgepakt van Fernando. Het zonnetje schijnt hier. Wij zijn er klaar voor. Hopelijk mijn mannen ook. Ja. In ieder geval, die gele trui die moeten we toch nog proberen te bemachtigen in deze aflevering. Het zou wel lekker zijn. Niet dat ik me ga moeien in die tussensprint met Evenepoel. En Gaviria toch een plus 3 dagvorm. Hier is je ook positief, net als Evenepoel en Cavendish. En nog een persvraag er ook in knallen. En het is er eentje van Bruno. Wie worden volgens jou de Dark Horses in de Tour? Ja, dat was een heel moeilijke vraag, Bruno. Want ik ben de deelnemerslijst eens gaan bekijken van de komende Tour de France. En ja, ik heb er eigenlijk niet echt meteen eentje gevonden. Ik heb niet zo'n renner gezien waarvan ik dacht van... Dat wordt nu echt de Dark Horse van deze Tour de France 2021. Je kan er ook heel veel op noemen, maar ja, dan kan je ook zo bezig blijven. Maar ja, nee. Ik zou er eigenlijk echt geen enkel naar voren kunnen schuiven. Dus ik moet die vraag helaas verontschuldigd blijven. Ja, kan er ook niet aan doen, man. Ik vond het wel eens interessant om heel die deelnemerslijst doorgenomen te hebben. Ik vermoed dat het al grotendeels definitief is bij iedere ploeg. Ik heb er eigenlijk niet op gelet of ze nu al waren bevestigd of niet. Maar de Dark Horses, ik heb ze niet gevonden. Of toch niet naar mijn mening. En hier Gaviria, bij deze tussensprint gaan we het wel pakken. Akkerman komt, Ewan komt nog, Bennett. Maar nee, het verschil was bij deze wel groot. Goed gedaan. Fernando heeft ook een plus 3 dag voor. Dat kan helpen. Hè. Ik had dat daarnet ook al vermeld dat hij een plus 3 had. En hij gaat nu de lead-out krijgen van de wereldkampioen Wout van Aert. Hirschje zit ook in de trein en dan Evenepoel. En natuurlijk rest dan altijd de vraag, gaan we sprinten met onze lead-out man of niet? Maar je ziet het, hè. De concurrerende sprinttreinen zijn niet bijstersterk vandaag. Dus het zal sprinten worden met onze lead-out. Nu Hirschje. We moeten wel zien dat we ons niet te hard overdoen. Kilometer punt 6. Nu komt Van Aert. Gaviria zit in het wiel gebeiteld. Gaviria zit in het wiel. Nu komen we eruit. Ah, het is te laat, denk ik. Het is te laat. Nee, de timing net te laat. En het is alweer Bennett. Oh, het is alweer de ex-wolf die hier wint. Jawel, Sam Bennett. Oh, er staat geen maat op, man, in deze massasprints. Gisteren ook al vrij makkelijk uiteindelijk, hè. Komt daar nog redelijk zuiver over Akkerman heen. En vandaag pakt hij hem voor Mats Pedersen. Jawel. Hallo, de man van Trek Segafredo. Ook hij is er. Hè? Ja, Pedersen kan ook een potje sprinten. Hè? En dan de derde plaats voor Fernando. We hebben de tussensprint gepakt. Maar helaas, deze eindsprint weegt zo zwaar door. Dat we geen kans maken om het groen zelfs te behouden. Want we stonden al binnen dezelfde punten. Tegenover Sam Bennett. Dus hij wordt de nieuwe man in het groen. Pedersen knap. De Deen voor Trek dus. Dan Gaviria Bol was uiteindelijk vierde. De Nederlander van DSM. Dan hebben we Nasser Bouhanni. Nizzolo op 6. Van Aert met de lead-out op 7. Dan Groenewegen, Akkerman, Kokar. En dan vinden we nog Tim Merlier op plek 11. Voor Sagan en Ewan. Ja, Caleb. Zwak resultaat, man. 13e. Zou toch niet mogen. En voilà. Ik zei het dus al. Die eindstreep levert bijzonder veel punten op als ze daar als eerste overkomt. Hij pakte 65 punten in totaal vandaag, Sam Bennett. En daardoor moet Gaviria toch al een gat van 25 punten gaan dichtfietsen in de komende etappes. Maar oké, een ritzegen voor Fernando en we zijn weer volledig bij. En dan gaan we naar de allerlaatste rit in deze aflevering. Dat is de tijdrit natuurlijk naar Laval. 26 kilometer, we hebben 300 hoogtemeters in deze tijdrit, wat ja oké is. Op het einde heb je zo wat een knikje. In het begin gaat het ook wel wat heuvel op. Na 8 kilometer een tussenpunt, na 17 kilometer de tweede klok en na 26 kilometer dus, zoals ik al zei, de eindmeet. En Evenepoel, Koen, Van Aert, zij worden naar voren geschoven. Dennis, Thomas, McNulty zijn de twee stermannen. En dan hebben we nog de mannen met één ster achter hun naam. Kasper Asgreen, Søren Krag Andersen. En dan hebben we ook nog Lampi, Yveske Lampaertes en Primoz Roglic. En wat met de missie van Remco Evenepoel vandaag? De Mayo Jaune. Is het
mogelijk of niet. Eigenlijk zou het moeten, want Evenepoel is in deze serie echt wel sterk doorgegroeid in het tijdrijden. In het klimmen niet zozeer, maar wel in het tijdrijden. Al heeft hij ook een 78 klimstat, mag ik ook zeker niet overklagen. En deze Tobias Vos, wat gaat het worden? Hij is Rome Dennis het vuur aan de schenen aan het leggen. Als een van de enigste tot nu toe. Want de Australiër is echt wel als een kanon vertrokken. Heeft eigenlijk de volledige tijdrit als een kanon afgewerkt. Is momenteel de snelste in Laval. En wat doet deze Noorse kampioen van Jumbo-Visma? Oh, 1 seconde, Tobias. Snelste tijd op tussenpunt 2 wel. Maar aan de meet 1 secondje trager. En Kian met nog een persvraag. Denk je dat Van der Poel zich gaat tonen in de Tour de France? Absoluut. We gaan Mathieu zien voor ritzegens. En Brent van Moer, nog een vraag van Nicolai. Kan hij de bolletjestrij in de Dauphiné winnen? Denk het niet, nee. Maar wel absoluut een bijzonder knappe ritzegen van Brentje daar in de eerste rit van de Dauphiné. En de plus is momenteel ook onderweg met een plus 5 dagvorm. Jawel. Wat gaat dat opleveren aan de meet? Zo meteen eens gaan kijken, want hij is bijna klaar met zijn tijdrit. Maar hier bolt Higuita van het podium. De nummer 3 in het klassement. Beste jongeren na Evenepoel, maar mag dus de trui aantrekken. Omdat de bollen rond de schouders zitten van Remco. Voilà. Het vloekt wel een beetje dat blauw en dat rood. Maar oké, het zij zo. Ik kan helaas met die sokkenmot geen rode kousen creëren. En moest ik dat wel doen zonder de mot, dan zouden ook alle de Koning Quicksteppers met rode kousen rijden. En hier deze Laurensen Plus. Wat gaat hij doen? Tussenpunt 2, ja, toch ook 21 seconden hoor. Hij gaat een verval hebben hier op het einde. Ja, vijfde plek. Misschien kan hij dat ook aan de finish realiseren. Is het hier ook een vijfde stek? Momenteel vierde. Oké, goede tijdrit. Alhoewel, ja, met een plus 5 mag dat ook zeker. Deze man is niet goed onderweg. Nee, Wout van Aert. Een min 3 dag voor. En hier gaat dus ook zijn klassement waarschijnlijk in rook opgaan. In deze tijdrit in Laval. Ja, is het ook niet echt naar zijn piek toe te werken? Ja, oké. De planning op Van Aert is een beetje mislukt voor deze Tour de France. Evenepoel heeft wel een goede dag trouwens. Plus 2. En hij moet nog aan zijn vormpiek beginnen. Hè. Wat gaat dat nog allemaal geven, man? En je ziet het, hè. Tijdritstat van 82 is het. Ik had misschien daarnet 83 gezegd. Maar in ieder geval met zijn plus 2 dagvorm heeft hij 85 tijdrijden vandaag. Het maximum. En ook in de proloog geeft hij het maximum. Ik denk als je boven de stat van 85 gaat, dat dat geen invloed heeft. Hè. Als er zijn die dat heel duidelijk weten hoe dat juist in elkaar zit, dan mag je het altijd wel even in een comment posten. Maar normaal gezien, alle stats boven de 85 in mijn workshop, in mijn DB, die tellen in principe niet mee. Die worden geneutraliseerd naar 85. Want zo is het in principe ook voor Extreme 1.1. Al heb je daar wel de kans dat er in heel wat ritten, als ze iets wat van goede dagvorm hebben, er meteen een 85 stat wordt bereikt. Zeker bij de toppers. De laatste kilometer voor Evenepoel. Ja, vijfde aan tussenpunt 1, derde aan tussenpunt 2. Eerst 11 seconden in het krijt, daarna 8. Dus wel een kleine verdappering, maar hier dit stuk. Hè. Dit stuk is kapot gaan langs de kerk in Laval. En kunnen we hier de beste tijd klokken? Kloppen we Dennis? Nee, 11 seconden. Oh, zelfs aan Vos komen niet. Ja, dat was ook te denken. Het was Vos kloppen en waarschijnlijk de tijdrit ook winnen dan. Tenzij dat we in dezelfde tijd als Dennis waren geëindigd. Dat kan ook altijd een tijdrijden op Pro Cycling Manager. En hier Roglic. Oh, 44 seconden, Primoz. Ja, 44 seconden aan de broek voor de gele trui. En hij is hem kwijt. Hij mag hem afstaan aan Remco Evenepoel. Want godzijdank, Roan Dennis heeft een paar dagen terug altijd verloren. In etappe 1 was het meteen zeker, of etappe 2. Ik wil er nu van af zijn. Wij pakken wel plek 3 in deze tijdrit. Sterke zesde plek met Laurensen Plus. 38 seconden. Ja, Laurenske, wie weet. Kan hij nog meespelen voor het eindklassement. En eigenlijk ook Van Aert. Is toch niet buitenschot, hè. Aangezien dat ook Roglic geen toptijd heeft gerealiseerd. We gaan zo meteen eens kijken wat het algemeen klassement zegt. Luis Leon Sanchez. Ook redelijk wat tijd verloren vandaag. Net als Enric Mas. Hebben we hier nog klassementsmannen? Jawel, Nairo Quintana. Minuut 35. Ja, valt nog mee voor Nairo. Nooit zijn sterkste punt geweest natuurlijk in het wielrennen.
Louis Vervaken staat ook vrij ver van der Poel. Op plek 38, minuut 38 verloren. En Vervaken had ik dus al gemeld. Ja, dit was een foutje. 12 seconden nu. 12 seconden is nu de voorgift op Geraint Thomas. En 33 op Primoz Roglic. Dus ja, oké. We hebben een goede zaak gedaan vandaag. Al blijft het wel allemaal binnen de perken. Hè. 33 seconden voor Roglic is nu ook niet bijzonder veel. Laurens de Plus staat knap vierde. Vos is opgeschoven naar plek 5. Dan hebben we Soler, Krach Andersen, Alaphilippe, Van Aert nog binnen de top 10. Op 48 seconden kan ook nog allemaal perfect speelbaar. Dan hebben we nog Mollema, Pedersen, Sagan, Mas, Heik, Mohoric en Quintana op plek 16. Voilà, dit was de allereerste aflevering van de Tour de France. Voor de Wolfpack, voor de Koning Quickstep in het tweede seizoen van deze serie. En abonneer gerust als je het nog niet hebt gedaan. Geef ook gerust een like, want ik heb er weer wat grafische elementen ingestoken. Dat heb je heus wel gezien natuurlijk. En ik zie jullie heel graag terug voor morgen voor de infovideo omtrent de giveaways. Dan gaan we ook de tweede poll nog eens oprichten voor de carrière mode. Want ik ga dus nu jullie nog laten stemmen tussen keuze 1 en 2. Dus de twee keuzes die het best hebben gescoord in de eerste ronde poll van de carrière mode. Voor de pro-cyclist mode gaan we geen tweede ronde meer organiseren, omdat daar de stemmen wat dichter liggen. En voor degenen die nog steeds niet hebben gestemd, ga naar mijn community pagina. Eigenlijk naar mijn hoofdpagina van YouTube eerst, dan op de tab community, dan naar onder scrollen en daar vind je de polls. En morgen komt dus de tweede en laatste poll van de carrière mode er ook in voor Pro Cycling Manager 21. Vrijdag gaan we naar de eerste impressie dan. En zondag naar de gameplay op de Van Toe. Bedankt om te kijken alweer in ieder geval. En tot de volgende. Bye bye.